Op 20 kilometer van de aankomst maken nog meer dan 30 renners kans op de zege in de Ronde van Vlaanderen. Aan de voet van de muur van Gerardsbergen rijden Van Petegem en Museum van den Broeke op de eerste rij. Maar in de volgende bocht glijden enkele renners onderuit. Van den Broeke is erbij, ook Tsmil moet even van de fiets. Van Petegem gaat fors door, Museum gaat mee. Op het steilste stuk van de muur toont Van Petegem zich de sterkste, Museum klampt aan. In de aanloop naar de Bosberg gaat Van den Broeke alleen in de achtervolging. Op de Bosberg zelf nadert Van den Broeke tot op enkele seconden. De andere achtervolgers zijn ook niet ver. Van den Broeke rijdt het gaatje dicht. De drie Belgen werken eendrachtig samen. En dat is nodig, want op een goede 20 seconden leiden vier renners van de Rabobankploeg de achtervolging. De drie leiders behouden slechts 8 seconden, maar dat is genoeg. In de spurt is Van Petegem de snelste voor Van den Broeke en Museeuw. Het is de eerste klassieke zege voor de 29-jarige Peter Van Petegem. Het kan geen mooie sprint zijn. Met 3 op een lijn zijn we begonnen. Ik denk in de sprint, ik ben wel een van de rapste misschien. Dat is toch weer gebleken en dat geluk had ik. Ik denk dat de sterkste wel gewonnen heeft, dus met Van Petegem. En Frank, dus ik denk dat die de sterkste waren van de wedstrijd. Ik ben gelukkig dat ik daarbij zat. Ja, vandaag ik denk dat ik een grote prestatie heb gedaan achter de muur op de Bosberg. Ik kreeg daar Bartoli ook los, omdat normaal moest in mijn wiel zijn. Je had museum van voor en dan denk ik dat ik heel sterk was. Ik kreeg berenster vandaag. Bartoli wint de spurt voor de 4e plaats. Tsmil is 7e. Peter van Petegem is de nieuwe leider in de wereldbeker.